Nou, de molen draait wel, maar anders dan ik gedacht had. Geen draaiende wieken, maar die hele molen die is in beweging. Welkom bij NH Leeft. Welkom in Haarlem. Molen de Eenhoorn, zie je daar. Het is een beetje nat. Nou ja, goed. Kijk, ze zijn de hele molen. Ik denk dat ze hem op de wind aan het zetten zijn, dat ze de wind aan het zoeken zijn. Ja, de eenhoorn, het staat er op de achterkant op. Trouwens, in het nokkie zie je ook een eenhoorntje draaien, bij wijze van windwijzen. Maar volgens mij draait de molen sneller, of draait de wind sneller dan ze de molen kunnen draaien. Heren, goeiedag. Een paltrokmolen is het, zie ik hier staan. Nou, wat dat is, moet ik me straks maar even laten uitleggen. Nou, dat draait in ieder geval een molentje. Kruirat. Wat zegt u? Een kruirat. U bent nu aan het kruien? Ja. We zetten de molen op de wind. Maar helaas is er niet zo erg veel wind. Ja, en als hij er is, dan is hij steeds jullie te snel af. Ja. En, zo. Dus hiermee, daar zit een soort hefboom op. Oh, je ziet ook onder de molen. Zie je een rails met allemaal wieltjes. Kijk, hier allemaal wieltjes. Het zijn trouwens houten stammetjes waar die op draait, zie je dat? Gaat die hele molen. Komt in beweging. Nou, we stappen er maar op. Het is nou echt letterlijk een draaimolen geworden. Oeh. Kijk, hier kun je erop. Nog. Hier is het in ieder geval droog, Vijay, de cameraman. Kijk, een afdakje. Dan kan de paraplu dicht. Dit moet het maar worden. Ja, we moeten maar even kijken. Ja, nou, we krijgen hem waarschijnlijk de wieken niet draaien te zien. Gewoon omdat het nog niet hard genoeg waait. Dat is wel jammer. Want zo'n molen is natuurlijk ja, een apparaat, een machine. Kijk, daar hebben we de molenaar. Dag molenaar. Hallo. Uw naam? Jos van Schoten. Jos van Schoten, Steven Roest, RTV Noord-Holland. De eerste molenaar hier. En net heb je kennis gemaakt met me. Mijn medewerkers. Ja, staan er inmiddels bij. Je ziet er nu drie. Normaal gesproken had je een ploeg van een man of zes. Yeah. Als er tenminste echt productie werd gedraaid. Dan had je ook erfwerkers nodig om boomstammen naar binnen te halen. En precies, u zegt al boomstammen. Zetten. Dit is dus niet een korenmolen of nee. Iets dergelijks. Of een mosterdmolen of een verfmolen. Deze maalt niet, deze zaagt. Ja, inderdaad. De molen is gebouwd in 1776, die verving de molen van 1642. Is deze ook echt nog zo oud? Want vaak wordt er aan molens van alles veranderd, weet je wel. En op een gegeven moment het enige wat nog origineel is, is het naambordje. Ja. Maar deze balken, die zijn uit de 18e eeuw? Die zijn uit de 18e eeuw, ja. Dat is vrijwel zeker. Het kleedhout aan de buitenkant is in de loop van de jaren regelmatig vervangen, want dat is het eerste onderhavig aan het slechte weer. Eigenlijk de jas van de molen? De jas is, af en toe krijgt hij een nieuwe jas. Ja. En sinds 1993 is hij voor de laatste keer zwaar in onderhoud geweest. Ja, ik sta ook even met u mee. En dat heeft wel geresulteerd dat hij sindsdien zodanig onderhouden is. Ook dat hij dus nu eigenlijk volledig operationeel is. Ja, hij draait, dat wil zeggen, als je wind hebt. Als ik wind heb, ja. Dan draait hij. Het is vandaag letterlijk van de wind kun je niet leven. Ja, dat is het Spaarne, het water daar. Ja, in de verte, daar, in die kant uit is het centrum van Haarlem. Je kijkt hier van Haarlem. Die op de voormalige Maria Stichting terrein stond. Dit is het Zuiderbuitenspaar. Oeh, ik dacht, wat krijgen we nou? We krijgen even een klein concertje. Ja, het is een soort bijaardier, maar u slaat op de zaag. Kijk, hier, ik weet niet of u het kan zien. Ik sla op de wiggen om de zagen te spannen. Dus deze wiggen sla je naar binnen en dan worden de zagen. Zo strak mogelijk rechtgezet. Zo strak mogelijk. Want en die blokjes daar tussen zorgen voor de juiste afstand tussen de zagen. Want er is nu even geen wind, maar er is wind voorspeld ergens in de dag of komend weekeinde. In ieder geval, gaat die draaien? Ja, dan we moeten gaan produceren. Isabel staat te wachten op planken. Dus ergens moet het een keer gaan gebeuren. We zijn wel vrijwilligers, dus we zijn niet elke dag op de molen. Dus het is een beetje afhankelijk van wanneer wij er zijn en wanneer het waait. Dat kan inhouden dat we wel eens een week of twee bezig zijn om een boomstam te zagen. Terwijl het ook in een uurtje kan, wijze van spreken. Een boomstam zagen, dan heb je ook wat liggen. Hè? Ja. Ik bedoel, als ik dat met de hand moet doen,
Dan ben ik nog wel langer dan 2 weken onderweg. Ja. Wil ik daar allemaal planken uit... We hebben een rekensommetje voor gemaakt ooit. Toen de houtzaagmolen werd uitgevonden, konden ze uitrekenen dat 1 houtzaagmolen het werk overnam van 30 handzagers. Kijk. Dus je had 15 paren van 2 man met een handzaag. Die deden hetzelfde in hetzelfde tempo als 1 houtzaagmolen. Oh, kijk. Nou ja. Dit is wel een beetje knoestig wild stammetje. Het is een beetje het bovenstuk van een grove den. Ja. De Pinus sylvestris, die levert het grenenhout, wat we wel kennen als het mooie timmerhout. Maar de grap is nou juist dat het stadhout hier enorm veel leuke dingen mee kan doen. Juist omdat het hout zo vreselijk warrig wordt. Ja. U heeft verteld aan de naam Isabel laten vallen. Ja. En stadhout. Stadhout, kennen we al. Geen toeval, want kijk, daar zal je er hebben. Isabel van stadhout. Hallo, goeiedag. Hallo. Hoi. Dat hout komt dus niet van heinde en verre. Dit is Haarlems of Kennemerlands. Kennemers, Kennemerlands hout. Ja. Weet u waar die gestaan heeft? Aardenhout. En deze toevallig ook, aardenhout. Dit zijn aardenhoutse stammen. Privétuin? Ja, allemaal privétuin. Ik krijg nog heel weinig hout van gemeentes, maar wel heel veel van particuliere achtertuinen. Idee erachter is, hout uit de omgeving, zagen in deze molen en dan maken jullie er weer dingen van voor bij mensen thuis. Ja, anders zou het hout in de versnipperaar belanden. Vinden we echt dood en doodzonde. Dan gaat het wel weer naar de biomassacentrale, ook een functie. Maar je kan er echt zulke mooie meubels van maken. Echt zonde. Daar gaan we later nog naar kijken. Hè? We gaan bij de meubelmakers nog langs zien wat er allemaal van gemaakt wordt. Daar gaat hij ons rondleiden. Hè? Dan gaan we straks kijken. Ja. Hier nog even bij de molen. Ja, het is doodzonde dat het gewoon niet hard genoeg waait. Want anders gaan die zagen. Die gaan op en neer. Daarboven zit een krukas. Die... de energie die van die as die aan de wieken zit natuurlijk omzet in die op- en neergaande beweging. En dat is altijd een pracht. Mogen we even boven kijken? Dat kan, ja. Kom, ja? Voor u eruit. Ik zeg dat wel. Mijn cameraman VJ moet ook maar zien of dat allemaal gaat. Nou ja, anders zoekt hij dat maar uit. Zo, kijk, hier. Oh, hier ruikt het ook. Lekker naar hout. Lekker molig ruikt het hier. Geweldig. Het heeft altijd ook iets van het interieur van een schip. Gaat die? Ja, hè? Misschien met de belichting nog eventjes aanpassen. Want we gaan nu van licht naar toch een heel stuk donkerder plek. Ja. Moet je toch eens kijken. Nou, je had het net over schepen. Schepen en molens waren natuurlijk elkaars tijdgenoten. Ja. En het waren deze molens die de schepen ook bouwden, letterlijk. Ja, ja. Daardoor kregen we dus eigenlijk wel een industriële revolutie rond de Gouden Eeuw. Ja, natuurlijk hout wat uit de Oostzee met graan en zo hier naartoe werd gehaald. Klopt, was, de basis voor de VOC. Ja, het was precies 1600 toen de VOC opgericht werd en de eerste houtzaagmolens in Nederland opgericht werden. En dat hield in dat er met een enorme sneltreinvaart molens bijkwamen om ook aan het werk te gaan. Prachtig. En u staat er nu een beetje relaxed tegenaan te leunen, maar als hij draait, dan gaat dit op en neer, hè? Ja, die zaagraam. Kijk hier, als je hier naar boven kijkt, VJ, ik weet niet of dat lukt hoor, want het is heel lastig met de camera, hoe hoog je hem, dan zie je die tandwielen zitten, zie je dat? En dat draait allemaal en dat bonkt en dat schuurt en dat beweegt, beetje gevaarlijk ook. Je staat in een motorblok. Ja, eigenlijk wel. Hier beneden valt het wel mee. Hier worden ook de bezoekers gewoon toegelaten tijdens het draaiproces. Ja. Bovenin is het dan streng verboden toegang. Ja. Want als je daar eenmaal tussenin terechtkomt, kan je het niet meer navertellen. Maar in het motorblok van je auto heb je dit dus ook. Ja, krukas, cilinders, tandwielen. Ja. Ja. Nee, precies. Dat, ja. Dat enige wat je dus overgehouden hebt, wat je nu in de auto tegenkomt, is dus die krukas. Ja. Alleen drijven wij hier de centrale aslijn aan en niet de zuigers die de krukas aandrijven. Dus ja, precies. Dat gaat dan net omgekeerd. Dus dit loopt toch even makkelijker dan in de auto. Ja. Geen, zoals in mijn motorfiets, geen 12.000 toeren. Nee, echt niet. Nee. Dat zal hij niet. Want dan vliegt hij gewoon in de fik. Nee, als het wiekenkruis 80 enden draait, wij tellen het aantal enden net als een hartslag, dan draait hij dus eigenlijk 20 toeren per minuut. Ja. Ja. En dan draait de krukas ongeveer 35 of 45 toeren. En als hij op zo'n beetje topsnelheid draait of op kruissnelheid, dan heeft hij een seconde nodig per zaagslag. Ja. Niet te koelen? Dat de dingen heet worden, warm worden? Dat wordt handwarm, maar dat moet je dus af en toe gaan controleren, wel bij stilstand. Wat is dit voor kei? Ik zie hier een kei op de toonbank liggen en die is gevat in ijzer. Er zit een ijzeren band omheen en daar zit weer een touw aan vast.
Dit is niet zomaar een kei, dit is gereedschap. Het is een hulpmiddel voor de molenvang. Ja. Als we de molen geremd hebben aan het eind van de dag en we willen naar huis gaan, dan hangen we de steen letterlijk even naast de werkbank, zodat die nog als extra ballast op de rembalk ligt. Ja, de rembalk die drukt eigenlijk dan op die as? Hij knijpt in feite en het bovenwiel knijpt die vast. En om te voorkomen dat hij alsnog los wil, leggen we er gewoon een extra gewicht op. Geweldig. Zou dat nog de originele kei zijn waar ze in de 18e eeuw ook mee... Nee, absoluut dat deze kei erin gehangen is in COD 76. 1776, zo lang doet die kei al dienst. Ja, die slijt niet. En die slijt niet, nee. Hooguit het ijzerwerk wat een beetje roestig wordt. Ja. Maar daar heb je hier toch altijd... Mooie plek. Ja, waanzinnig. Heeft u hier. Te bezichtigen, hè? Ja, absoluut. Elke zaterdag zijn we, of nagenoeg elke zaterdag zijn we open. Komend weekend, morgen en overmorgen, hebben we Molenweekend Noord-Holland-Zuid. Dan zijn wij niet alleen open, maar er zijn er 19 molens in de regio Noord-Holland-Zuid. Dus vanaf Zandpoort tot Laren zijn er een heleboel molens open. We zeggen onder het kanaal? Alles onder het kanaal, ja, letterlijk. Eén of twee dagen. De korenmolens meestal één dag, de rest twee dagen. En hier in Haarlem zijn in ieder geval alle molens zeker twee dagen open en te bezoeken. Geweldig. Nou, molenliefhebbers, u weet het dus, komend weekend bent u welkom in heel veel molens buiten het beneden het Noordzeekanaal. Waaronder deze hier, de Eenhoorn in Haarlem, iets ten zuiden van Schalkwijk, staan we aan het Spaarne. Google het maar op, de Eenhoorn molen in Haarlem. Wij gaan even op pad, we zien u straks weer naar de onderbreking. Dan gaan we naar de werkplaats waar ze met het hout wat hier gezaagd wordt dingen maken. Dat gaan we u laten zien, tot straks. Nou, welkom terug bij NH Leeft. Het is er niet droger op geworden. We staan nog steeds in de nattigheid. We zijn wel van plek veranderd. Het hout wat gezaagd is door die molen waar we net waren, dat ligt nu hier. Hoog opgetast in de stellingen. Nou, welkom terug bij NH Leeft. Het is er niet droger op geworden. We staan nog steeds in de nattigheid. We zijn wel van plek veranderd. Het hout wat gezaagd is door die molen waar we net waren, dat ligt nu hier. Hoog opgetast in de stellingen. En je hoort al op de achtergrond wat draaien. Kijk, hier wordt echt gezaagd. Bij die molen, daar was niet genoeg wind. Maar Stadshout heeft daar wat op gevonden. Daar gaat hij. Gewoon een elektrische zaag. Isabel, is het wel een beetje afstand nemen, want het maakt natuurlijk een hoop lawaai. Ja. En de cameraman erop wijzen dat hij moet oppassen dat hij dat ding van die zaag niet tegen zijn knieën krijgt. Ja, dat is afgelopen. Maar dat is dan toch wel een beetje getop, hè, met die oude molen. Dit is je ware. Ja, je kunt hier ongeveer één plank per minuut halen en hij doet het inderdaad ook als het regent en als er geen wind is. Ja. Fantastisch. Waar komt dit nou vandaan? Dit stuk, weet je, dat is een beuk, hè, die daar ligt. Dit is een beuk uit Bloemendaal. Een driestammige beuk waar we heel veel hout van hebben en al honderden snijplanken van gemaakt hebben. Geweldig. Ja, dat is snijplanken voor in de keuken? Voor in de keuken, ja. Echt alle soorten, kaasplankjes, stokbroodplanken, gewone planken. En we gaan binnenkort proberen om een tafel van beuken voor binnen te maken. Ja. Omdat beuken niet geschikt is voor buitengebruik. Ja, daar kan dat niet zo goed tegen. Kijk eens. Zo hadden we het dus daarnet ook in die molen gezien. Ja, dan klinkt het heel anders. Want dan hoor je dat gebonken, gekreunen, gekraak van die molen. Ja. Ja, dit is wel een mooi industrieel geluidje. Als dat heet mes door de boter. Nou, weer een plankje. Jullie collega's bij de molen, die staan lekker droog. Ja. Die hebben een kopje koffie opgezet, een koekje erbij. Die wachten tot het gaat waaien. En denken, nou ja, we kunnen niks doen. Dan nog maar een kopje koffie. Maar jullie moeten altijd aan de bak. Wij zijn de echte diehard. Goed hoor. En hier liggen de stellingen, hè? Dit zijn allemaal van bomen
uit Haarlem en omgeving, Kennemerland. Dat klopt. Dit pakketje hier, enige idee waar dat vandaan kwam? Ja, komt toevallig ook uit Bloemendaal. En hier kunnen we geen planken meer van maken, omdat het in korte delen geschonken werd door een hovenier. Dus hier maken we krukjes van en tafeltjes en ook houten schijven. Oké, en die daar met die... Dit is al gezaagd, hè? Driestammige beuk. Ja, die is dus ook weer uit Bloemendaal toevallig. Oh, diezelfde boom als waar nu de stam van gezaagd wordt. Ja. Nou, ook al die stukken die je daar beneden ziet, die zijn ook nog allemaal van diezelfde boom. Wat daarboven ligt, ook nog beuk uit Bloemendaal. Dat was echt een fantastische schenking. Ja, dat is een hoop hout. Kunnen jullie nog hout gebruiken? Ja, heel graag. Heel veel. Dan moet het wel serieus hout zijn. Hè? Als ik mijn takken gesnoeid heb, dan zit je niet op te wachten. Nee, we hebben het liefst... Dit soort jongens hier. Ja, dit was één stuk van 7 meter. We hebben hem uiteindelijk maar doorgehaald. We maken er nu 2 bankjes van. De onderkanten zijn al helemaal recht afgezaagd. We maken er pootjes onder. En dan hoop ik dat een sportclub dat bijvoorbeeld leuk vindt. Of een school misschien. Dus aan de ene kant heb je hout nodig. En aan de andere kant natuurlijk mensen die wat willen met het hout wat jullie gemaakt hebben. Ja, we hebben heel vaak geluk dat mensen direct een opdracht erbij plaatsen. Bij het hout wat ze schenken. En anders moeten we er zelf een opdrachtgever bij vinden. Of een afnemer, een koper. Nou ligt dit hout hier te drogen, maar in dit weer. Hè? Wij kunnen mooi onder het parapluutje staan. Maar, Nee, ik geef eerlijk toe, een beetje regen is niet slecht, maar er moet hier nog een afdakje boven komen. Okay. Jullie zijn een stichting, dit is niet een super commercieel bedrijf waar een hoop geld aan verdiend wordt. Nee. Dus opbouwen stap voor stap. Zo is het. Ja, we zoeken nog mensen, donateurs en mensen die ons willen helpen. Bijvoorbeeld met de schenking van een golfplaten dakje of zo, Zou mooi wezen. Dankjewel, ja. Voor het hout, maar ook voor ons, voor u en de collega's die hier staan. Ja, die kunnen ook nog wel een afdakje over de zaag gebruiken, ja. Of een oude caravan als koffiekeet. Het gaat wel snel, hè? Ik geloof hoe die zaag er doorheen gaat. Ja, het kan nog sneller als je dezezelfde zaag hebt, maar dan elektrisch. Dus dat je hem niet zelf hoeft aan te duwen. Maar inderdaad, het is al fantastisch zo. Vroeger alles met de hand. Ja, heel zwaar werk. Ja, we gebruiken ook vaak kettingzagen om iets sneller klaar te zijn. Ja. En om schijven te maken. Ja, die schijf, er ligt er eentje voor. Hè? Misschien kunnen we die even bekijken, die stam. Hier maken jullie dus plankjes van. Kijk, hier ligt zo'n plank. Ja, ik kom er even naar. Ja. Tekeningen. Oh ja, mooi. Hou maar bij de camera, houden we maar voor de camera. Als je dit schuurt en olie, is het echt ongelooflijk mooi. Zou je eigenlijk wel een tafel van kunnen maken? We gaan straks even naar de werkplaats. Ja. Want hier wordt het dus hout verder gezaagd en opgeslagen. De werkplaats een eindje verderop. Daar maken jullie hier nog dingen van. Ja, zodra het hout droog is en klaar om verwerkt te worden, nemen we het mee naar de werkplaats. En afhankelijk van bestellingen of wat we zelf verzonnen hebben, gaan we aan de slag. Oké, nou dan gaan we daar eventjes kijken. Tot zo. En zo komen die plankjes dus terecht in de meubelwerkplaats. Wat is dit nou, Isabella? Wat is het voor een ding geweest? Ook een beuk geweest? Ja, dit is weer diezelfde driestammige beuk uit Bloemendaal van de hoge. Die zagen we in de rek liggen en ook wel van die stammen op die elektrische zaag. Ja, allemaal van dezelfde beuk. En dit hout hebben we al eerder gezaagd, 9 maanden geleden. Dat was droog genoeg, 15% vochtigheid om mee te beginnen. En daar hebben we dus deze snijplanken van gemaakt. Dit is voor in de keuken. Voor in de keuken, hij moet nog wel geschuurd worden en gebrandmerkt. En dan kun je hem eigenlijk, zeker als je hem oliet, voor alles gebruiken. Vlees, vis, groenten. Mm, ruikt heerlijk. Ja, de geur gaat er helaas wel vanaf op een gegeven moment. Maar, dan gaat hij lekker naar vis en vlees en wat je er allemaal op snijdt ruiken. Deze randjes gaan er dan vanaf? Ja, zelfs die randjes hergebruiken we ook nog hoor. Zelfs voor houten blokken. En uiteindelijk, als je er dan helemaal genoeg van hebt en dan kan er helemaal niks meer mee... Dan gaat het lekker de kachel in. Zo is het. Er wordt niets onbenut gelaten. Nee, zelfs het schaafsel, dat zie je daar in grote zakken staan. Ja, wat daar in de hoek staat. Dan, ja, dat staat daar.
dat schaafsel wat vrijkomt bij deze machines. En dat wordt opgehaald door barbecue teams met rookovens. Of restauranthouders die met rookovens werken. Dus, ontbreekt er nog maar aan dat je de bladeren verzamelt om daar nog iets mee te doen? Compost of zo? Zit daar nog wat in? Ja, zeker. Composteringsbedrijven zijn geïnteresseerd in zaagsel. Even kijken wie hier aan het maken is. Met een freesmachine. Er ligt een malletje onder, hè, wat hij volgt. Ja, dat klopt. Hij heeft hem vastgestroefd op een mal. En je zal straks zien dat er schroefgaten overblijven. Die moeten dan weer gevuld worden met pulp. Oké. Maar dit wordt een stokbroodplank. En als hij gehalveerd is, is het opeens een kaasplank. Kijk, we hebben er eentje in het voren. Kijk, een snoer. Eentje in het voren gemaakt. Dit is een snijplank voor stokbrood. Zo is het. Je wil natuurlijk. Ja. Ja, door gebruikers kwam ik erachter dat ze eigenlijk liever als kaasplank gebruiken. Dus we maken ze nu ook zo, dat het wat meer kaasplank is. Dat kan ook nog. En hier zie je de gaten van de mal. Ja. Die worden uitgeboord en straks weer gevuld. Oké. Dus dit is eigenlijk de achterkant. Het heeft ook iets van een soort van een cricketbed. Of wat qua houtplank is dat het stevig spul, hè? Absoluut. We hebben ook een echte cricketbed gemaakt. Ik weet niet echt of ik die kan vinden nu. Een? Zo'n die honkbalknuppel, deze. Pak er even bij. Dit is ook jullie werk. Kun je maken van beuken, maar het luistert heel nauw hoe het hout hier in elkaar zit. Want je slaat hem zo in twee stukken uit elkaar. Dus we moeten veel testen nog. Oké, nou die leg ik maar weer even terug. Al die producten, hebben jullie een winkeltje? Of, Binnenkort hebben we een webshop en via Facebook kunnen mensen ook bestellen. Ik neem aan dat daar ook meer te vinden is over, stel dat ik een boom in de tuin heb die ik verzaagd wil hebben. Zodat ik daar een picknicktafel van kan laten maken of dat soort zaken. Wat is jullie webadres? Dat is www.stadshout-kennemerland.nl. Maar als je Stadshout en Kennemerland googelt, dan kom je daar vanzelf op terecht, toch? Absoluut. Hier staat nog allemaal hout. Waar komt dat spul allemaal vandaan, wat je hier vindt? Ik zie daar nog essen liggen. Dat komt uit een basisschool in Heemstede. Die hout gedoneerd hebben en ook de helft van het hout weer terug willen als boekenkastjes binnen. nog meer beuken. Ja, en... Kijk, de plank is klaar. Zo ziet de plank eruit. Hij heeft wel, het is wel heel mooi nog zo'n rustiek randje eraan. Dat je kan zien, Precies. Dit is niet fabrieksmatig gedaan, dit is handwerk. Van een boom. Precies, ja. En dat blijft er dan wel op zitten of valt dat er een gegeven moment af? Op een gegeven moment valt dat eraf, maar dat geeft verder ook niet. Nee, dat geeft verder ook niet. Dan heb je in ieder geval een plank waar er maar eentje van is. Een uniek Precies. product. Inderdaad, zeker. Ja. Leuk en hoor. Elke plank is weer anders. Geen één. Voor jullie als meubelmakers, timmerlui, volgens mij ook heerlijk om met dit soort spul te werken. Je weet waar die bomen vandaan komen, je verzaagt het zelf en je maakt er zelf een ding van. Precies, helemaal vanaf begin tot eind product, ja. Ja, het ontbreekt er nog maar aan dat je er zelf het boompje geplant hebt. Maar... Ja, dat is het enige dan. Ja goed, dat is dan bijna niet te doen. Ja, bomen planten, dan heb je de hele cyclus rond. Ja, duurt wel heel lang. Ja, nou geweldig. Bedankt dat jullie ons zo gastvrij hebben ontvangen van de molen af waar we begonnen zijn. De houtopslag tot hier in de meubelmakerij. U bedankt voor het kijken naar NH Leeft. Maandag gaan we volgens mij naar een korte baandraverij. Alleen ben ik vergeten waar. Maar in ieder geval een korte baandraverij, die laten we u maandag zien. Tot de volgende keer.